In deze editie van onze Moederdagserie komt cultuurantropoloog Carla Bakboord aan het woord. Ze zegt dat er op deze dag extra aandacht besteed moet worden aan een ieder die moeder is. Het moet meer zijn dan alleen maar een dag waarop er cadeautjes worden gegeven aan moeders. Op deze dag moet er volgens Bakboord worden stilgestaan bij al het werk dat moeders doen. En ik denk dat we veel meer aandacht mogen besteden aan de waardering. Ik wil niet eens zeggen herwaardering, maar dat wordt helaas nog steeds te weinig gewaardeerd. Aan het enorme werk wat al die moeders doen. Dus nogmaals, met moeders bedoel ik iedereen die moedert. En dat zijn de huishoudelijke taken, maar dat zijn ook hele andere taken. Het zijn managers, het zijn politieagenten. We zijn onderwijzers. Die taken die moeders hebben zijn zo breed uit. En dat, helaas zien we dat onvoldoende. Zien we dat alleen als de huishoudelijke taken die erg belangrijk zijn, de reproductieve zorg, wat vaak op vrouwen hun schouders worden gezet, op de moeders. Maar het betekent voor mij echt, laten we meer aandacht daaraan besteden en het ook gaan waarderen. Ik begrijp voor vrouwen en voor moeders, vooral dus zij die moederen, dat ze het keihard soms doen het hele jaar door. En nogmaals, en dat helaas dat niet genoeg waardeerd wordt. En dat ze op die ene speciale dag die moeder dan willen waarderen. Prima, maar dat zeg ik ook aan de kinderen. Doe dat ook op al die andere dagen. Laat ook zien hoe belangrijk dat werk is dat je moeder op zich neemt. Vooral ook omdat ze een heleboel dingen ook laat zitten voor zichzelf. En al haar tijd en haar liefde besteedt aan iedereen om zich heen. Niet alleen de kinderen, maar ook de schoonkinderen, ook de familie. Je ziet dat heel vaak moeders, dus zij die moederen, ook de zorgtaken hebben voor schoonfamilie en ouders en andere ouderen. Dus het is veel breder. Dus geef haar niet alleen een cadeau, een commercieel cadeau. Niet alleen dat, wat soms ook welkom is. Maar laat ook zien door haar die ondersteuning te geven. Door soms het werk ook samen met haar te doen, om het te verlichten. Dan ga je zien dat zij ook veel minder stress zal hebben. Ook prettiger zal zijn. Want sommigen zeggen, ja, maar dan zijn ze altijd zo. Die moeders zijn altijd een beetje boos s'avonds. Dan denk je, ja, als je vanaf 5 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds bezig bent, dan ben je inderdaad een beetje moe, toch? En dan heb je ook geen zin in allerlei leuke andere dingen. Dus wanneer je dat gaat verdelen met elkaar, en niet alleen op de dag dat je denkt, laat mij maar eens een keer koken. Nee, doe dat ook op die andere dagen. Bakboord zegt dat moeders niet altijd alles zelf hoeven te doen. Bepaalde dingen kunnen ze gerust uit handen geven. Er is helemaal niks mis mee om iemand te zeggen van, kan jij de verdeelde taken ook maar. Denk ook niet dat jij dat alleen kan en alleen moet. Want soms bieden mensen ook wel aan, maar dat denk je ook voor de ander. Misschien is het te zwaar voor ze, misschien kunnen ze het niet aan. Nou, laten ze dat maar gerust ook leren daar. Dus geef het maar gerust ook uit handen, dat is prima. Carla Bakboord, cultuurantropoloog. Ze benadrukt dat moeders het hele jaar door gewaardeerd moeten worden en niet alleen op Moederdag.